Ja, Henk Herder, 2-1 won, maar je zei het zelf, het niet echt verzinnen. Nou, als de hele wedstrijd is, dan maken wij op een goede moment maken wij de goals. Maar Lisse weer wordt de bovenliggende partij. Maar goed, aan de andere kant, ze maken ze wel maatje. We hebben een goede keeper op een goal. Wij hadden dus een goede verdediging, maar het middenveld. En we hadden alles om het voor elkaar te krijgen. Een beetje geluk maar natuurlijk wel haar. Maar we strijden ervoor met Chanon. En dus een trotse trainer. Het eerste jaloer ging nog heel mooi op. En daarna werden Lisse wat sterker. Wij gingen met ze moeilijk mee. Nou ja, ze zijn hier wel wat meer druk. En dan hadden wij toch proberen te voetballen in. Hè? Dus dan moest ik de bal vregen. En net één, net twee, maar eigenlijk het hele elftal. Dat gebeurde net altijd. En dan hanteren we de volle lange bal op Heine. Nou ja, en dat is net altijd ons speeltje. We willen graag voetbal hier vanuit het middenveld. En dat kregen we toen net voor elkaar. Dus daar laai je toen hoor. En dan toch kom je in de tweede helft samen op let in de tweede helft op 1-2. Nou ja, die 1-1 die valt dan. En als je eerst dan naar de tweede helft, dan het begin van de tweede helft vond ik dan wel heel aardig. Maar wij konden geen druk meer aan. De kracht niet vloeide niet wat fut, maar eigenlijk bij hun ik. En ja, zij stonden achter, dus ze moesten. Dus ze kregen de lange bal. Maar ze met het tweede bal vechtje. Maar echt vechtje. Nou, dat keer wij goed met deze ploeg. En hoe langer het 1-1 bloot, ja, hoe meer ruimte Lisse fut jouwt. Ja, en als je stik, dan komen wij er een paar keer gewoon geweldig uit. Nou ja, een mooie actie van Oebelen. Ja, een panel, 1-2. Nou ja, en dan kunst en vliegwerk, maar wij houden het vol. Harkema's boys en Lisse zie het, ik ben ook al in de competitie natuurlijk. Er waren twee volledig verschillende wedstrijden. Wat heb jij van verwachten, vooral? Ja, hetzelfde. Wij hier wel verwachten, ik weet wel wat ze kennen. Hè? Ik bedoel, geweldige ploeg, bijna kampioen. Ja, daarin bezig wordt beter dan wij binnen. Hè? Maar goed, de maast wil scoren. Hè? En dat dienen wij goed wel. Ondanks dat zij een protte druk hier op is. Ja, en aan de andere kant kwamen wij er een paar keer geweldig uit. En wij joegen het op. Dus dat was heel goed. Die druk die zullen zaterdag weer wijzen natuurlijk. Nou, die druk van hun wel, ja. Ja, absoluut, ja. Nou, het keer werd twee kanten op, hè. En als je eens naar de club Lisse, ja, die stien binnen net van niks te waarde worden. En wij achtste of negende. Dus dat zei ik al, dat zei gewoon een hele goede ploeg gaan. Dus het is eigenlijk ongelooflijk dat wij hier winnen.